Hey ook kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Minecraft Pixelmon. En jongens, vandaag gaan wij uh, eten krijgen. Want ik heb een half hartje en ik heb geen zin om dood te gaan. Dus wat wij vandaag gaan doen, is wij gaan, denk ik, wat uh, Michikarps killen. Uh, op uh, zoek naar wat uh, eten, wat etenmuk, wat voedsel. Wat omnomnoms. Oké, okay, ik denk niet dat dit heel erg handig is, maar. Je moet er wat voor over hebben, hè. Eens even kijken. Hoeveel doet die magic cap? quad damage? En uh, trouwens jongens, jullie zeiden in de, in de comments en... Of was het via Twitter dat iemand mij dat zei? Nou, ik heb in ieder geval een berichtje gehad van iets... Dat uh, je nu ronddraait, zeg maar, als je aan het vechten bent. Zie je wel, je ziet nu dat, mijn poppetje, uh, nou, dat ik om mijn poppetje heen raak. Dus uh, dat is wel leuk. Dat is wel fancy en fresh en nieuw en zo. Dus wat dat betreft. Ik hoop dat ik deze kill, want dat zou mij een enorm XP boost geven. Dat moet ik wel toegeven. Kom op. Oh, Komt tot een Yes. Goed zo. Hebben we vis? Maar hoe krijg ik geen vis? Nee, oké. Okay. Oh. Laten, laten we maar even een trappetje gaan maken voor mij. Want ik, ja. Oké, okay, goed. Nou, eens even zien. Pompidompidom, Zo. We moeten dus een normale weed farm gaan bouwen. Of we kunnen zoets gaan killen in grot, Dat kunnen we ook doen. Um, ik denk dat we net. Laatste op dit punt het beste kunnen doen. Oh hallo, Mr. Mime. Ik heb alleen werkelijk geen idee waar een grot is. Dus ik moet maar een beetje rond gaan harken hier, denk ik. Even kijken. Um, Maak ik denk, later wel een Weed Farm? Ik heb gewoon eerst helft nodig, serieus. Ik heb geen seconden te verliezen. Het staat hier eens op de map eigenlijk. Um, swamp zie ik daar in de verte. En Tiger Biome. Ehm. Um, ik zie zo 1 2, 3 niet echt wat. Dus ik denk dat ik. Gewoon maar eens een beetje moet gaan rondlopen. Oh, Apricorns. Oh, dat is ook handig. Dat hebben we ook nodig. Want ik wil binnenkort mijn eerste Pokémon gaan vangen. Eens even kijken. Zo. Oh, we kunnen sowieso straks dan iets van Great Boss gaan maken. We hebben hier nog zwart, nodig voor Ultra Balls. Ik moet ze natuurlijk wel allemaal gaan farmen en alles. Maar als we de Apricorns hebben, zijn we al een heel eind. Dus wat dat betreft. Ga ah, die meuk even uit de Inventory Zo. Hoef ik niet steeds dat allemaal te doen. Eens even zien, leer, oh wacht, als we een milk tank killen, ja, jou kunnen we wel aan, no problem. Kom hier dan, hup, kom, hup. Sterf. Oké, okay, goed zo. Doe even water gun. Ik weet niet of het veel uithaalt, maar, oh, dat doet wel redelijk wat. Hopelijk krijgen we beef van milk tanks zoals vroeger. Ik vind het echt raar dat je geen vis meer krijgt van magic Magikorps, ik dacht dat 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 kon. Killen ik niet meer. Oké, okay, zeg maar als je spulletting nog wel beef kreeg van milktanks, of kreeg je er ook alleen maar een letter van? Daar kreeg je ook alleen maar een letter van, kennelijk. Oké okay dan. Oké, okay, dan wil ik Ashley Man met mensen vechten. Oké, okay, watergun. Gaan we dat gas eens even wegspoelen? Oh god, dat doet damage. Dat doet damage, dat doet damage. Ik wil rennen. Ik wil dit niet. Oké, okay, goed. Krenk. Oké, okay, nog een gele. Oké. Okay. Eh. Uh... Ik denk dat ik nog wat verder die kant op moet lopen voor een cave system. Want hier vind ik, denk ik, niks. Ja. Oké. Okay. Uh, oh. Pff, daar is gewoon een cave system. Lol, cats. Dat herinner ik mij nu net ook pas. En toen ik het zag, toen herinner ik het mij. Lol, 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 lol. Ik ga eens even kijken of ik. Um, uh, deze match kan killen. Ik denk niet met deze helft, maar we gaan het gewoon doen. Scratch! Dat doet gewoon geen damage. Watergun! Oh, dat doet wel redelijk wat. Wat ik kan blijven doen. You can do this, Toto, to the I believe in you. Because you are my hero. Of zoiets, ik weet niet hoe dat liedje gaat. Kom op. To splash, 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 splash. Yeet. Level 13. I can bite. Yes, yes, yes. Goed zo. Ik wil nu die guys die wel eens even pakken van achter. En we hebben wel vis gekregen. Oh, Om nom, nom, nom. sushi. Oh, god samen nog een toe. Eindelijk zit het me mee. Het kan dus nog wel. Oh, oh. Oké, okay, goed. Ik ben weer blij. Ik ben weer happy. We gaan de Pokémon even helen. Zo. Waarom gaat mijn minima weg als ik dat doe? Heel raar. Eens even zien. Uh, we gaan nog even wat extra uh, uh, meuk, koken, of nee, wat wil ik gewoon gaan doen? Dat, dat, I need foodloods. En, niet de crafting Bench! My god, Jezus, wat, wat doe ik? Even kijken, oké, okay, doen we dit? Uh, ik heb dit nodig, en ik heb dit nodig, en ik heb dat nodig. Even kijken, dan gaan we dat even planten. Uh, ja. Ja, en dat. Oké, okay, goed. Dit even weghalen zo. Kijk, eens aan ik begin al een mooie plekje hier te krijgen voor mezelf. Zullen we zien. Uh, wat wou ik ook alweer doen? Oh ja, ik wil de rest even storen in een chest die ik al had gemaakt. Even kijken. Uh, wacht, ik moet mijn, mijn spawn point Kan nu niet, want het is dag geweldig. Um, uh, dat dat. Oh, jezus. Die kwam onverwachts. Eens even kijken. Is het eten al klaar? Nom, 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 nom. Nom, 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 Ik kan weer eindelijk gelukkig. Ik hoop alleen niet dat die Cards zeggen. Die spanten dat ze mijn dag wel heel erg verpesten. Oh, er zijn er nog wel wat. Oké, dat is dan iets in ieder geval. Oké, dat is een Magic van level 5. Oké, let's go. Bites. Nom. Jee, ik krijg vis. Nom. Nom, 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 nom. Totodaal is immers een krokodil, dus. Maar Totodaal kan gewoon al op level 30 bite-gewoon. Dat is echt heel cool. doe wel even scratch. Ik wil de bite niet te veel uitputten. Ik vind dat met dat ronddraaien gedoe, vind ik best wel epic. Even kijken, wanneer evolueert met Totodaal eigenlijk? Ik hoop dat die wat snel evolueert. Dat zou cool zijn als we vandaag bijvoorbeeld al een evaluatie van of zo hebben. Even kijken, weer vis. Yes! Geef mij! Even kijken, oké, okay, ga ik dit even koken en, en dan kom ik zo terug en dan gaan we daarna nog meer met je kaps killen. Want I need food desperately. Oh, kijk, de apricorns groeien ook al. Oh, het gaat goed hier. Dus ik ga de totten even helen. Totten was echt goed, jongen. Echt niet normaal. Tenminste, ik vind hem goed al. Chimnacool was waarschijnlijk ook heel erg goed geweest, maar uh, totten het blijft mij blijf. Even kijken, laten we even uh, teruggaan. Nog even snel wat extra Pokémon skillen voor de experience. Eens even kijken, een uh, Magic Orbs. Oh hier ligt vis, gratis! Gratis! Gratis visjes! Yes, gratis! En Bite. Nom. Waarom kreeg ik in één keer vis van die krengen? The fuck Pixel. Meer. Bring me. More. Magic arps. Ik wil ook nog wel een keer binnenkort even de desert in kijken of daar misschien iets van een village is of zo. Omdat ze wel cool lijken. Eens even kijken. Waarom deed ik rage? Je moest bite doen, Totodile. Bite. Nom, nom, nom. Gaan we eens even nom, 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 nom die Magic Oké, okay, goed. 7 vis alweer. Ah, zo stromen de food -loots wel binnen. Oh, Ronald de Slachter of zoiets. Visfilet. Ronald houdt erg van visfilet. Nou, altijd als ik naar de visboeren ga, Dan heb ik altijd uh, visfriet. Klinkt heel droog en heel kinderachtig, maar het is gewoon een soort van visstick achter iets. Het is echt, echt heel lekker. Vind ik dan, hè? Jongen, ik pone een level 17 mitchy carp met een level 14 myrkosaurus. Oké, okay, dat is wel heel pro. Even kijken. Myrkosaurus levelt maar niet. Hmm, vind ik wel jammer. Oh, magic Arps. Oh, come to me. Even kijken. Jezus, dit is gesloren-fest. Hé, hey, Poliwhirl, dat is cool. Uh, bite. En trouwens, jongens, mijn doel is niet om ze allemaal te vangen, maar gewoon om, uh, ja, niet echt eigenlijk maar ook een top 6 te hebben. Maar gewoon een beetje mijn favoriete Pokémon's, of in ieder geval Pokémon's die ik leuk uit vind zien om, om die te hebben. Want, nou ja, ik ga echt niet moeite doen om allemaal duizenden Pokémon's te, te maken. Alleen voor, voor wat uh, Pokémon's waar ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan heb. Dat is een magmar. Even kijken. Dat is een level 18 trap Die kan ik lekker door doen met mijn watergun. Uh, watergun. Bam. Oh, god, dat doet ook damage. Bam. Yes. Meugosaurus level 16. Ben je nou al geen fluid? Nee, nog steeds niet. Voedtom maar nog het hoor, hè. pinch. Je bent level 25. Wauw. Hij instakelt mij waarschijnlijk. Ja. <laughs> Geweldig. Oké, okay, nou, dit is denk ik dan wel uh, ons. Uh, onze call om terug te gaan naar het Pokémon Center en daar even mijn Pokémon te helen, natuurlijk. En om nog even de uh, raw fish te koken die ik heb. Even kijken, oké okay dan. Zo, daar zijn we erg erop vooruit gegaan vandaag. Ik vind best wel dat het een mooie plekje is om eventueel later mijn huis op te zetten of zo. Het is dicht in de buurt van de desert, dus dat is een mooie training voor Totodile. Dus wat dat betreft. Zo, Pokémon Helen. Oh, wacht, ik kook dit alvast. Uh, kijk, dat is mooi. Even eten, hoor. Kan ik even health regennen ondertussen? Oh, dit voelt zo goed. Lekker al die vis. Prachtig. We hebben het ook al gedaan, jongens. Ik ga gewoon Meukosaurus alleen maar trainen vandaag op Magic Carps. Zodat ik genoeg, genoeg. Uh, uh, ja, XP krijg om hem te laten evalueren vandaag. Oh, wacht, ik moet even mijn spawn zetten. Dat is wel handig, denk ik. Hebben we wol. Wol, wol, wol. Uh, het stikt hier van de wol. Uh... Die toonbank kan wel weg. Dus gewoon een stuk van de toonbank afhalen, jongen. Zo, oké, okay, goed. Even hout nodig. Ja, 1, 2, 3. En dat. En dan 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Bed. En die zetten we hier mooi neer. Kunnen we lekker slapen. Kijk eens aan, jongens. Dan hebben we de spawn. Dan hebben we de waypoint. We hebben al eten. Wij zijn echt goed bezig. Waarom spawn ik hier buiten? Oh, dat is weer zo'n bug natuurlijk. Nou, het zal wel. Ehm. Um... Nog wat extra eten, dat is heel mooi. Even de meukestrom wat ik niet nodig heb. Oké, okay, goed. Dan gaan we maar weer uh, uh, mijn Mercosur trainen. Hè? Dat lijkt me wel handig om te doen. Kijk, hier zijn nog meer Witchcraft's. Um, nou, je weet wat ik gewoon doen. Ik ga gewoon Merkosaurus trainen op uh, Treppings. Want Treppings gaf wel veel expansion, en ik word wat hoger level. En ik heb Watergun, dus ik moet ze aankunnen wat dat betreft. Maar waarom hield die vis zo weinig? Wat de fuck is dit voor meuk? Oké, okay, ja, Treppings. Oh, en denk wat voor level ben jij? Oh, level 15. No problem. Watergun. Oh, ben je nou one-shot kill? Dingen nog wel veel damage, trap-inch. Misschien wil ik later wel een trap-inch. Misschien ook niet. Who knows? Watergun. Goed zo. Nog een keer Watergun. Oh my god. Nee. Nee. Jij gaat me niet killen. Jezus. Oh, je demon. En hij is level 17 en nog niet geëvalueerd. Wat de fuck moet ik eraan doen? Moet ik hem een Waterstone gaan geven of zo? Het is niet dat ik tot dan niet leuk vind. Ik vind hem hartstikke leuk, maar ik ben benieuwd dat hij die evalueert. Want dat wil ik wel graag ongesty. Die gaat eraan zo meteen. Want immers, ik heb, een, ik heb een water move en ik heb een dark move. Overpowered. Even kijken, oké okay, goed. Uh -huh. ik hou van de race minimaal. kan ik die meteen zien waar ik heen loop? Yes, ga maar dood. So bite, stop maar, ghastly. Haha, die piepje je wel anders. Wat? Super effective, Mercosaurus afflicted by curse, nee toch? The quad Ghastly fainted, Mercosaurus level 18, yes. Wat is dit? Huh? Total Dallas evolving? Tu, 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 super animatie, tu, 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 dit is heb ik, tu, 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 tu. Oh my god, dat ze dit erin hebben gebouwd. Uh, hoe goed ga je worden? What the fuck? Oh my god, joh, tot de is je volft, Crocodile! Yes, ik heb een Crocodile. Kijk, even gaan, daar is die. Jongens, Crocodile. Jij bent echt heel cool. Echt geen grapje. Dus even kijken, jongens, weer wat ik ga doen. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga ze even lunchen. In de volgende aflevering van Pixelmon gaan we, denk ik, iets van een uh, weed farm maken. En gaan we iets van een uh, huisje bouwen en zo. We gaan een beetje een cave system in voor wat uh, iron en zo. Uh, we gaan een beetje, ja, zeg maar, een, 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 een ja, settlement starten. Dat we misschien binnenkort pokeballs kunnen maken dat we wat standaard food supplies kunnen hebben. Uh, misschien gaan we ook nog wel even de desert in, in de volgende aflevering. Ik moet even kijken. We gaan gewoon het hierbij laten voor vandaag, jongens. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om het like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Het helpt mij zo enorm veel, jongens. En het helpt jullie ook, want hoe meer likes, hoe sneller de volgende aflevering van Pixelmon weer online komt. En natuurlijk, jongens, volg me even op Twitter, Twitter, daar zie je alle updates over deze serie. En dan moet je even abonneren, natuurlijk, jongens. Want uh, dan krijgen jullie automatisch die nieuwe uploads in jullie subbox. En en dat is ook gewoon enorm cool, natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.